Goedendag. We hebben de afgelopen dagen heel wat sneeuwvlokken gezien. En er zijn ook heel wat prachtige winterse foto's, sneeuwfoto's gemaakt, binnengekomen. En op dat soort foto's kan je natuurlijk nooit schatten hoeveel sneeuwvlokken er te zien zijn. En ook niet wat nou eigenlijk de echte vorm is van al dat soort sneeuwvlokken. Prachtige foto's, soms ook met veel wind. En dan kan je al helemaal niet zien wat de vorm of het aantal van de sneeuwvlokken is natuurlijk. Maar in wezen is ieder sneeuwvlokje eigenlijk te beschouwen als een sterretje met 6 punten. En het is een heel plat sterretje. Dat heeft eigenlijk te maken met de eigenschappen van water. Het watermolecuul. Hoe dan ook, het levert prachtige beelden op. Dit is een schitterende foto van zo'n sneeuwkristal. Ieder sneeuwvlokje is uniek, heeft andere uitlopertjes, andere vertakkingen, maar dus altijd als gemeenschappelijke deler wel die soort van sterrenstructuur in 6 puntjes. Nou, als je daarop gaat googlen op internet, kom je nog veel meer van dit soort mooie foto's tegen. Er zijn zelfs boeken uitgegeven met alleen maar afbeeldingen van sneeuwvlokken. En dit vond ik wel een van de meest opvallende nieuwsberichten tijdens de afgelopen dagen met al die sneeuwval. Het aantal sneeuwvlokken dat er in Nederland zou kunnen zijn gevallen. Een 7 met 16 nullen. Dan heb je het over 70 biljard sneeuwvlokken. Ja, waar komt dat getal nou vandaan? Aardig is, mijn collega Peter Kuipers-Munneke heeft dat op zijn zolderkamer, naar het schijnt, op een velletje papier is geprobeerd uit te rekenen. Hij gaat dan uit van de oppervlakte van Nederland, de gemiddelde dichtheid of het gewicht van een laag sneeuw of een kubieke meter sneeuw. In deze berekening weegt een kubieke meter sneeuw ongeveer 100 kilo. En een andere aanname is de massa van zo'n sneeuwvlokje. En dat zou dan bij benadering gemiddeld 3 milligram moeten zijn. Nou, met die gegevens kun je gaan rekenen. En dan krijg je inderdaad dat getal van 70 biljard sneeuwvlokjes. Ervan uitgaande dat er dan gemiddeld in Nederland bijvoorbeeld op maandag ongeveer 5 centimeter sneeuw is gevallen. Ongelooflijk veel. Anders gezegd, 70 miljoen keer miljard is het aantal sneeuwvlokjes. Kun je geen voorstelling van maken? Wat is bijvoorbeeld de verhouding als je het zou vergelijken met de zandkorreltjes op aarde? Daar een schatting van maakt, ook dat kun je wel vinden op internet. Dan zou het aantal zandkorrels op aarde een factor 100 keer hoger zijn dan het aantal sneeuwvlokjes wat er bijvoorbeeld maandag zou zijn gevallen. Dan heb je het over een 7 met niet 16, maar 18 nullen erachter. En dat kan natuurlijk altijd nog meer, want schattingen over het aantal sterren in het heelal laten nog veel grotere getallen zien. Zeg maar gerust dat er in feite ontelbaar sterren in het universum zijn. Dat is natuurlijk ongelooflijk veel, maar als je dan toch weer terugkeert naar de kleine dingetjes. In 10 gemiddelde waterdruppels zitten evenveel watermoleculen als ongeveer het aantal sterren in het heelal. En hoeveel waterdruppels er vandaag in Nederland vallen, ik zou het niet weten. Dat is misschien leuk om vanmiddag nog eens eventjes met de regenachtige weer op deze woensdag uit te rekenen. Misschien dat we de volgende keer dan nog wat over schrijven of laten horen. Bedankt, tot de volgende keer.